Hi, ik ben Ime van Zorgpad. De afgelopen tijd hebben we veel input en feedback ontvangen van docenten en studenten die Zorgpad gebruiken. Veel dank daarvoor. We hebben een update gedaan, daar willen jullie vandaag meer over vertellen. Een uitgebreid overzicht van wat er allemaal is aangepast is ook in Zorgpad te vinden, onder het kopje nieuws. We zullen vandaag de highlights even met jullie doornemen, de top 6. Daarvoor is Anneke hier. Hi Anneke. Hi. Nou, er is een hoop gebeurd. Onder andere de actualisatie van een aantal leerobjecten. Kan je daar iets over zeggen? Ja. Ieder jaar worden natuurlijk allerlei protocollen aangepast. Hè. Niet alleen van Vilans, maar ook van het Oranje Kruis en bijvoorbeeld de richtlijn over borstvoeding. En we hebben alle leerobjecten die daar een relatie mee hebben, die hebben we aangepast. En die vind je natuurlijk met name in het thema verpleegtechnische handelingen. Ja. En dan hebben we het thema klinisch redeneren. Die leerpaden die hebben we nu voor alle niveaus klaargezet. Ja, klopt. We hadden natuurlijk al een inleidend thema, verzorgend en klinisch redeneren. Dat hebben we ontwikkeld samen met het Alberda College. En met het Alberda College hebben we met name specifiek voor niveau 3 een methode ontwikkeld. Daar hebben we nu leerpaden aan toegevoegd voor alle branches. En in die leerpaden vind je 3 casuïstieken met toenemende complexiteit. En we horen dat scholen die vooral inzetten op het moment dat die branchetitels aan bod komen. Oké. Ja. En dan hebben we een aantal nieuwe leerpaden communicatie ontwikkeld. Was veel vraag naar. Ja, dat klopt. Daar hebben we veel feedback over gehad. Met name leerpaden waarin gesprekstechnieken geoefend konden worden, die werden gemist. Dus in het thema communicatie in de zorg zijn 2 leerpaden toegevoegd. Zelfreflectie, dat gaat met name over jezelf hanteren als zorgverlener en gesprekstechnieken. En in dat leerpad daar zitten allerlei opdrachten waarmee je ook echt vaardigheden kan oefenen. Zoals we ook al hadden voor verpleegtechnische handelingen, hebben we die dus nu ook voor gesprekstechnieken. Oké, ja. Mooi. Hebben we een pilot gedaan met de begrippenlijst en de opstapopdracht? Ja, dat heeft te maken met de feedback die we hebben gehad op het taalniveau van niveau 3. Ja, daar zijn we ook in bredere zin mee bezig. Maar voor nu hebben we in eerste instantie een pilot gedaan in de thema's persoonlijke zorg en verpleegkundige zorg. Hebben we begrippenlijsten toegevoegd en opstapopdrachten. En die opstapopdrachten die zijn bedoeld om studenten kennis te laten maken met het onderwerp en alle begrippen die daarin in voorkomen. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we ook een aantal nieuwe video's ontwikkeld. Ook voor datzelfde thema, persoonlijke zorg en verpleegkundige zorg. We hebben natuurlijk video's voor alle verpleegtechnische handelingen, maar voor persoonlijke zorg werden die erg gemist. Wat we hebben gedaan is geïnventariseerd welke video's met name gemist werden. En dat zijn dan video's waarvan het lastig is om zelf een demonstratie te organiseren. Dus dat is wassen man, wassen vrouw, scheren, maar ook bedden opmaken en bloeddruk meten. Dus voor al die onderwerpen hebben we nieuwe video's toegevoegd. Oké, okay, ja. Super. Tot slot, spoorboekjes hebben we gemaakt voor de koppeling met het kwalificatiedossier. Ja. Scholen zijn natuurlijk de afgelopen jaren bezig geweest met onderwijs inrichten, met Zorgpad. En hadden behoefte aan een handig overzicht waarin de relatie tussen dat kwalificatiedossier en Zorgpad zichtbaar is. Dat is er nu, een Excel-bestand waar je heel makkelijk ook aan toe kan voegen welk vakgebied zich ermee bezighoudt, in welke examen dat aan bod komt. En wat eigenlijk niet in die top 6 staat, maar wat op diezelfde plek te vinden is, is een lijst met online tools, gratis tools, waarmee je opdrachten kan verrijken. Dat is ook een heel leuk instrument geworden. Oké, okay, ja. Super. Nou, dankjewel. Dat waren de highlights. Wensen, opmerkingen en vragen zijn natuurlijk zeer welkom. Die kan je ook weer via de Zorgpadomgeving bij ons achterlaten. We zijn ondertussen ook bezig met de volgende update, dus daar zullen we dat allemaal weer in meenemen. Voor nu heel erg dank voor jullie aandacht en tot de volgende keer.